Dag Kurt, dag Jimmy. Hoe voelde het om nog eens een tegenstand te hebben, Kurt? Hoe voelde het om nog eens tegenstand te hebben? Ja, echt een tegenstand, zou ik zeggen. Ja, weet je. Dat was een goede ploeg eigenlijk. En ik vond dat wij dat eerste kwartier goed gedaan hebben. Maar dan na die goals een beetje weggezakt. Mm-hmm. En ik vind dat we de tweede helft toch nog goed volgehouden hebben. En toch wel uiteindelijk toch wel verdiend gewonnen. Jimmy, wat vond jij van de match? Ik vond het het algemeen een goede match. Kurt zegt van ja, de tweede helft zijn we een beetje weggezakt. Maar die mannen waren nog verder weggezakt dan ons, dus die hebben geen kans meer gekregen in de tweede helft. We hebben nog een paar. En ja, van op de bank leek dat heel goed. Dus ik ben tevreden over de match. Ja. Je bent vandaag ook heel goed ingevallen eigenlijk. Hoopt dat zoiets niet op een basisplaats dat de Kurt zoiets wat kan rusten of zo? Nee, ja, ik niet dat hij slecht bezig is of zo. Nee, maar... nee, hij is super goed bezig, Kurt, al van het begin van het seizoen. En... ja, weet je, als die mannen blijven winnen en punten blijven pakken, dan ben ik content. Ja? Ja. En ja. En wie is er voor jullie de speler van de week? David, dat sowieso. Ja, die dat wel eens. Die net de ploeg recht gehouden, maar ja, als dat tijd er niet was, ja. Weer de nul ook en toch een paar winnen. Oké, bedankt Kurt en Jimmy. Ik ga maar frietjes met curryworst eten. Yes.